derde vlog opnemen. Ja, die eindkant, het was helemaal niks, dat hebben we maar niet gedaan. We gaan even naar Albier, naar de Nederlandse winkel. En we gaan even naar Pyrotechnics. Dat is vuurwerkhandel. Maar ja, het is uit de nieuwe, we zijn toch Nederlanders. Hey, we gaan jullie straks zien. Doei doei! Doei! Ja, ja, lieve mensen. Kijk, dat is de Mercadona. Die zit aan de andere kant. En hier is super content. Lopen we over de parkeerplaats, boompjes, hè. Mooi, hè. Tussendoor. En daar zit hier, kijk, vrouwke is al een karretje met de kindjes aan het pakken. Kijk, de lopen ze, hè. Daar gaan we zijn. Thuis in Spanje. Super content. Super content. Een stukje Nederland in Spanje, lieverds. Kijk, camera erbij. He? Altijd gezellig. We hebben hier zo'n beetje alles wat we in Nederland nodig hebben. Kijk. Hoi, hoi. Dat is voor de fans, hè, in Nederland, hè. Hoi, hoi. Dus we gaan filmen vandaag. Leuk, hè? Of niet, hè? Sorry. Kijk. Nou, ik kom zo bij jullie terug. Zo. Slagerij. Hebben we hier een ziethoekje. Kijk. Wel prijzig uiteraard, maar we zitten in Spanje, hè, lieve mensen. Ik bedoel, dat is wel vrij logisch, maar echt waar, alles wat ze hier hebben, allemaal Nederlands. En dan zitten wij elke keer te denken, of niet, schat? Dan gaan we eten vandaag, hè? Maar ja, ik ga eerst even mijn pannenkoekmix halen. Lopen we door. Ja, kom maar zo aan, meis. Kijk, moeten we hier ergens in die hoek wezen, want dat is belangrijk, hè? Want we wel oliebollen maken in Spanje natuurlijk. Geen oliebollen. Moet je naar huis, zeg ik altijd. Die is een kleine. Die wil je graag, of niet? He, oliebolletjes. Moet je ook niet zeker? Ja. Nou, gaan we het kaartje leggen dan. Kijk ze, de kleine. Oh, het is zo grappig, hè. Kijk, kijk. Kijk, kijk. Even met dubbel pakken. Nee, waarom? Dat is genoeg. Nou ja. Ah, broodjes, hebben ze nog wat? Oeh, de krentenbolletjes voor Zora. Neem twee pakjes mee, schat, voor die gasten. Wat is dat dan? Chocolade chip cookies. Oké, okay, dat is een mengsel, een bakmix. Grappig, hè? Wat je dan ook hebt, hè? Kijk. Alles in vriezen. Maar goed. Ah, onze boter, hè, kijk. Ah, lieve mensen, kijk, hè. Dit is even het verschil voor iedereen. De margarine jumbo, 69 cent. Hè. Dus, als je je best wil. Nou, op het moment is het wat rustiger. Hè. Het is natuurlijk seizoen, dus gebonden veel. Pennenberg. Ook snelle Jelle, die hebben ze hier ook, geloof ik. Van alles. Hier is het, dit is het belangrijkste stukje voor Zeeuwse Ricky en voor Heidi. Dat is even kijken, hier zo. Dan gaan we al te kijken wat ze nog hebben. Dan pakken we hier zo de viandel. Nou, die hebben we nou weer alvast. De kipcorn. Alvast. Lopen. Papa, de ijs zo lekker. Ja, ja, dat weet ik. De kipsatékroketten. Die nemen we hier ook altijd. Die laten we wel lekker, kleine kruis. Wat heb je allemaal? Ik heb al een pakje viandel en een pakje kipcorn en twee kipsteekkoeken. Viandel, ik heb welke, schat? Hm? Welke? Hebben ze geen grote dozen meer? Ja. Nou ja, daar zo, kijk, van Bekkers. Ja, moet je nog kipnuggetjes mee voor ze? Ik heb er leer. Oké. Nou. Kijk, kijk, oh, hij is weer helemaal blij. Nee. Ik heb wat gezien. Wacht even hoor, kom maar eens even hier. Ik heb wat gezien voor op een boterham. Nou, dan gaan we kijken, hè. Ze hebben iets gezien voor op de boterham. Hè. Ja, we komen hier niet elke week natuurlijk. Het is, dat zei ik al, vrij prijzig. Dat is even een boterham. Oh ja, maar je hebt hem zo vaak gehad, joh, zotteke. En natuurlijk heb je hier ook nog een cadeau, hè, mensen.
De nieuwe naam heeft van mij. Leuk, hè? Gada. Maar ik heb een nieuwe naam, zegt ze. Ik was op jou aan het roepen en ik was verschrikkelijk. Ik zei Shana. Shana. Nou, wacht even. Moet ik echt even zo lopen, zo? Nou, gek huis, jongens. Papa. Hé, kijk. Nog meer? Papa, ik zag lekker dat ze bananen-ijs. De bananen-ijs? Van volgend jaar, die hele super lekkere. Gaan we eens mee? Nou, die heb ik nog niet gezien hoor, de bananen-ijs. Gaan we eens kijken. Hebben ze hem weer liggen? Oh. Ja, zo gaat het, hè. Dan kom je in die Nederlandse winkel. En dan willen de kinderen willen gelijk van alles en nog wat, hè, want dat missen ze toch wel een beetje natuurlijk. En dat is heel logisch dat ze dat een beetje missen. Banaan en chocola. Ah, chocobanaan. Die hele lekkere. Ben jij toch een chocobanaan? Oeh, ze hebben ook Malaga tegenwoordig, kijk. Ja. Malaga. Die mag je pakken hoor. Die Malaga die mag je pakken. Ja. En je bananenijs uiteraard, hè. Weg. Uit weg. Kijk uit voor je hoofd, kleine. Dat is goed. En lopen dan, mama. Maar we moeten dan gelijk door. Want anders gaat alles hier smelten. Het is hier veel te warm natuurlijk. Even naar het karretje toe. Is er nog een koekje voor vanavond, mama? Malaga. Pak een Nederlands koekje. Geweldig, hè. En onze tukjes, hè. Tukjes. Ook heel belangrijk. Nou, drinken hebben we ook zo'n beetje al. Ja, leg maar in. Moet je aan mama vragen? Ja, hier hebben ze wel wat erop, maar het is onbetaalbaar. Dus mijn favoriete afdeling. Energietjes. En daar, even voor iedereen uit Nederland, vooral uit Zeeland. Kijk eens, jongens. De hero. Je ziet het, hè. Een close-up ga ik proberen. Zie je, jongens. Uit Zeeland, hè. Ja, dus dan pakken we altijd één, dit is het laatste treetje hier. Nee, het is de laatste. Neem er nog eentje mee. Zo. Nee, dat zijn de anderen, hè. Nee, die zijn niet zo lekker. Kom maar niet uit Zeeland, hè. Is dit een grapje? Ah, fijn. Nee, hoor, drop hebben we genoeg. Hebben we van het zus lief gehad. Ja, allemaal prima. Oeh, daar is een advocaatje voorheen. Recht vooruit, advocaat. De coronaar. Ga je dat echt eten? Echt, ja, dat echt? Ik vind dat lekker, man. Hey, ik kan het niet begrijpen, mensen. Nou, fijn. Volgens mij hebben we een beetje zo'n beetje wat we nodig hebben. Kijk, het karretje is al behoorlijk vol hier. Ga hard hier zo. Hey mensen, ik ga jullie zo direct zien bij de vuurwerk. Doei doei! Zo, je ziet mensen, we zijn bij de kassa. Nog even die lieve dame, kassadame kijken, leuk hè. Dus ja, ziet het hè? Nee hoor, denk ik, ik heb alles in de auto liggen. Je ziet het hè mensen? Moest je op een gegeven moment hier zo in Spanje zijn, kant van benen door. Alweer, ga hier dan naartoe. Tot, echt waar, alles wat je kan vinden van Nederlands moet je hier wezen. Hey, de groetjes, tot de video. Doei doei. Kijk. De L vervangen met de Y. En de L weg. Kijk, daar moeten we wezen. Hey. Een van mijn favoriete winkeltjes. Hè. Zit die langs de weg? Zit lekker warm, jongens. Ik denk dat het 23 graden was. Een beetje. Ik moet vragen of ik daar binnen mag filmen natuurlijk. Dus één momentje. Cracker, we staan naar presenta de... Sí, sí, gracias, sí. 290, por favor. Hier kan je echt je eigen groep bezighouden. Dan moeten we even kijken. Feest. Mooi, hè? Leuk, hè? Oeh, kijk eens, krijg je weer wat, hè? Wat zeg je dan? Gracias. Sí, madame. Bien, hè? Qué bien. Ik heb gelukkig 10 jaar in het Spaans. Leuk, hè? Ja, mensen, Holland, hè? Dat is wat anders, hè? Dat is zwaarder hier zo. Vlindertjes waar jullie allemaal zo gek van zijn. Dat is helemaal leuk, tracas. Ik heb hier geleerd in Spanje. Traca. Is hij zo goed. En we hebben ons eigen ingehouden vandaag, maar voor 300 euro'tjes. Dus weer wat anders dan 1000, hè? Todo, madre mía, qué bien. Dit is 2 años. Qué lindo. Oké. Mooi, hè? Zeg jullie punten? Alles, of wat? En notas. Muy bien. 9, 8. Muy bien. Qué bien. Las 3. Excelente.
Ach, ben ik nog wat vergeten, zie je wel. Ik zet hem even neer, hè. Next year, nou. Wat ben je vergeten? Vuurpijlen? Ja. Last year was hier also. I forgot, zie je. Geluid of kleur? Kleur. Nee, kleur. Oeh, wat is het? Nou, kijk. Ik ben helemaal vergeten hier. Ik zei is het 35? Ja, 35. Alsjeblieft. Zit die man? Papa moet wel vuurpijlen meenemen. Hè? Ga je er even voor doen? Kooi. Ja. Nou, leuk, hè? Wat is dit? Dus ja, we hebben ons eigen weer ingehouden. Geen 1000 euro, maar met 300 voor. Zo. Ja. En dan zeg ik tegen jullie alvast gelukkig nieuwjaar, hè? Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gaan we lukken, hè? Feliz año. Feliz año, zegt hij, hè? Ja? Zo, we doen hier nog een klein stukje Benidorm. Rondje Benidorm, zoals het heet. Ja, ik denk dat je best uit de zijkant een beetje. Het is echt zo, ik zei nou. Het is 23 graden, dus weet ik op mijn voorhoofd. Ik heb even een paar maanden terug op mijn jasje aan. Als het gaat, dat niet, hè. Zwieten. Het is zo. Het huis zo prachtig. Ricky. Ja, ja, mensen. Dus, oud en nieuw in Benelux. Aan vier. Dus een beetje met wie ze gaan. Met de kerst. Oud en nieuw. Dus die is dus vrij warm. Als je goed kijkt, zweet de druppels komen voor mijn voorhoofd. Dat is niet van warmte, dat is lui zweet, dat snap je ook wel. Dat is lui van de baksteen. Nou, dat kluipen is wel waar natuurlijk, maar die baksteen dat klopt niet. Maar nee, kijk, ook een mooi huisje. Valt best mee, 2,5 ton. Dan heb ik hier een villa, maar alles erop en eraan. Dus ik kan niet zeggen dat het echt verschrikkelijk duur is. Ik moet nog sigaretjes halen, maar ik denk dat die open is. En zo. Ja, dan gaat ze hier even sigaretjes halen. Dan neem ik even die camera eventjes uit de handjes, uit de polletjes. Zoals ze dat dan zeggen. Zodat ik hier zo de auto eventjes. Hup, even keer. En we nemen hem even over. En dan zijn we dan. Dus ja. Ik mag niet filmen. Kindjes blijven even in de auto zitten. Kijk. Ook een mooi shot vanaf hier. Kijk eens naar de bergen, mensen. En dan ga ik voor jullie inzoomen. Kijk, kan je even inzoeken. Ja, als je per se wil, dan kan je een mug op iemands schouder zien zitten en op 200 meter afstand of toch een kilometer. Mooi, hè? Dus dat is een van de inkomen van Benidorm, zo. Daarachter heb je allemaal campings. Ja, hier zo, dat is een huisje dat ze hebben geraakt, lijkt het wel. Maar het is heel apart hier, zo. Oude shit en zo. Maar sigaretjes heb je ook nodig. De laan, allemaal pollenboompjes, et cetera. Nou fijn. Ik zou zeggen, mensen, voor iedereen alvast een fijne jaarwisseling toegewenst. Klap je handen niet af, dat doen wij wel. Ik bedoel, je hebt het gezien, hè, wat vuurwerk we nemen hier zo. Het is vrij zwaar, heftig. Dat ken je in Nederland niet. Het is allemaal 2-3 keer zo zwaar. Dus op zich is dat wel hartstikke leuk, hè. Hartstikke leuk om te doen. Hey, lieverds, fijne jaarwisseling en... tot de volgende keer. Wacht even. Dan wil ik nog wat zeggen, hè. Nou, zeg dan nog maar even doei tegen de kijkers. Zeg maar. Doei! En zeggen we dan alvast gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Kus. Doei doei. Doei doei, oma. Doei, oma. Tantes. Doei. Doei.